Mijn naam is Gerard van der Ven van Hurks Vastgoedontwikkeling. En ik wil u allemaal heel hartelijk welkom heten hier bij de oplevering en bij de ingebruikname eigenlijk van dit deel van Prinsenland. In de eerste plaats natuurlijk hartelijk welkom aan de mensen die hier zo dadelijk een appartement gaan betrekken. Die een appartement huren of een appartement hebben gekocht. In de tweede plaats, en daar zijn er ook heel veel van aanwezig, de mensen die hier eigenlijk meegewerkt hebben aan de realisatie van dit gebouw. Especially, I want to say welcome to Mr. Natalini. Welcome, Mr. Natalini. So I will congratulate you with the fantastic building that you made here. Thank you. Zo zat ik toevallig onlangs zelf in het vliegtuig en toen moest ik landen op Eindhoven. En toen kwam ik boven Boksel gevlogen en toen zag ik de vorm van dit gebouw. En ja, dit gebouw, ik kan u verzekeren, het is niet alleen vanaf ooghoogte fantastisch om te zien, maar het is ook een fantastisch gezicht als je boven in het vliegtuig zit. Het is een heel goed oriëntatiepunt van bovenuit. Als ik hier sta en als ik hier naartoe wandel, heb ik het gevoel van, wij komen hier uit op het moment op het mooiste pleintje van Boksel. En, als je binnentrein staat en je kijkt om je heen, dan zie je toch nog heel veel groen, je ziet toch nog heel veel wijsheid. Dit is eigenlijk ons grootste gebouw wat we ooit in ons bezit krijgen, opgeleverd krijgen. 100 verhuureenheden zitten in dit gebouw met een groot parkeergarage. Het is ook een bijzonder gebouw, omdat het een combinatie heeft van huur in verschillende klasses, koop en we huisvesten aan de linkerzijde, aan de onderkant, huisvesten we mensen van Cello, een begeleid wonenproject waar we ook bijzonder trots op zijn. Ja, we staan op dit ogenblik staan we in de woonkamer van het gebouw van Cello, althans de plek waar 14 cliënten van Cello gaan wonen. Dit is dan de woonkamer en de keuken eraan vast. Cello heeft hier 14 appartementen waar met name oudere cliënten komen te wonen. Het leuke daarbij is dat die cliënten dus niet hier voor de eerste keer in Boksel komen, maar daar al een langere tijd wonen op allerlei plekken. Bijvoorbeeld de Van Horenstraat, de Adrianastraat, de Houtwerf enzovoorts. Dat zijn dus echt Bokselaren en die worden nu allemaal wat ouder en die komen hier nu te wonen. En dat is natuurlijk het mooie van dit project. Ze kunnen, zoals wij dat wel eens zeggen, hun wooncarrière doorzetten in Boksel, waar ze heel veel mensen kennen, waar ze ook de weg heel goed kennen en waarbij ze dus niet helemaal opnieuw hoeven te beginnen. Nou, dat is het mooie van dit project en we zijn dus ook heel blij dat het hier vandaag opgeleverd wordt en binnen nu en ongeveer 2-3 weken toch ook ingericht zal gaan worden en dan zullen onze cliënten hier komen wonen. Ja, als wethouder van de gemeente Boksel is het natuurlijk keileuk om bij zo'n opening te zijn. Maar de meeste lol aan dit soort feestjes zijn volgens mij de mensen die hier mogen komen wonen. Het is een project wat een lange voorgeschiedenis kent. De oplevering van dit project is de derde in 5 fases. Dus er komen er nog 2. Maar wat het belangrijke kenmerk is dat het ook in een groene omgeving plaatsvindt. Ja? Lekker je hand. 1, 2, ja. Applaus. Hey, daar heb je helemaal voor gezorgd, Sonja. Leuk, hè? Ik wil als laatste nog even vragen om samen het glas te heffen en een toast uit te brengen op het succes van dit project. Santé allemaal.